zijn eigenlijk twee uitslagen mogelijk. De eerste is, Hendrik is het. Wat dan? Dan ben ik heel blij. Dan heb ik eindelijk een vader, ook al is hij al 20 jaar dood. Het kan ook zo zijn dat hij het niet is. Dan gaan we verder zoeken. Dan kan je het niet laten rusten. Nee. Ik vertelde je de vorige keer al dat we contact moesten hebben met de kinderen van Hendrik. Dat we hem moesten vragen of ze mee wilden werken met het DNA-onderzoek. We hebben contact met hen en ze schrokken heel erg, want ze waren totaal niet op de hoogte van dit hele verhaal. Ze hebben er echt wel even de tijd voor moeten nemen om dat voor hunzelf ook te verwerken. Maar uiteindelijk vonden ze wel dat je recht hebt op de waarheid. En daarom hebben ze meegewerkt. Want ze kennen jou niet, maar ze hadden wel zoiets van, iedereen verdient de waarheid erin. Ja. Prachtig. Daar ben ik heel erg blij mee. Zal ik de envelop er maar eens bij gaan halen? Ja, spannend. Ja. Lieve Ariane, jij wil door middel van een DNA-test antwoord op de vraag wie jouw biologische vader is. Henk is niet jouw biologische vader. En nu wil je een antwoord op de vraag of Hendrik, de man bij wie jouw moeder vroeger werkte, wel jouw biologische vader is. En hieruit, lieve Ariane, is gebleken dat Hendrik inderdaad jouw vader is. Nee. Ja. Ach jee, echt waar? Ja. Hendrik is jouw vader. Jeetje. Je hebt duidelijkheid. Ja, ik hoop dat zijn kinderen mij willen ontmoeten. Dat willen ze. Ja. Ah, jeetje.